Spelers van Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal brachten deze week een bezoek aan diverse scholen in de Leidse regio. De Leo Kannerschool in Oegstgeest, het Lucas van Leiden en Brede School Leiden de Arcade in Leiden. Op het Lucas van Leiden aan de Sint-Ursula-steeg deden leerlingen uit groep 6, 7 en 8 mee aan de kliniek. Wat hebben jullie gedaan vandaag? Basketbald, balhandeling en geschoten. Jups. Jij zit zelf ook op basketbal zo te zien? Ja, bij BS Leiden. Ben jij ook een beetje fan van de spelers van ZZ Leiden? Ja. Wie vind jij de leukste speler? Jessie Vorm. En die was er vandaag? Ja, inderdaad. Elke school werd bezocht door een aantal spelers uit de selectie van ZZ Leiden. Op het Lucas van Leiden waren dat Lee Eno Bekare, Floris Versteeg en sterspeler Jessie Vorm. Voor de spelers een leuk alternatief voor de training. Ja, het is eigenlijk bijna hetzelfde eigenlijk als training, want de kids kunnen behoorlijk energiek zijn. Dus dat kost nog wel wat energie. Wat hebben jullie met ze gedaan vandaag? We hebben hele basisdingen gedaan, geleerd, leren dribbelen. Een beetje wat van verdediging, actie-reactie drills. Dus dat is wel de makkelijkste dingen en dingen die de kids ook wel leuk vinden. Is het dan leuk voor jullie ook om een keer iets anders te doen? Het is altijd leuk om met kinderen te werken. De enthousiasme, je herkent je natuurlijk zelf terug toen je zelf jonger was. En het is gewoon leuk om met kids te werken. Er zat ook een echte fan tussen. Ja, kleine Jaden. Ja, dat is wel leuk. Dat is wel leuk. Je hebt nog een verrassing voor hem? Ja, hij krijgt een gratis kaartje van mij voor de wedstrijd. Een grote talenten gezien hier? Jaden was eigenlijk de enige die basketbal speelde. Dus dat was de enige talent die ik eigenlijk zag. Maar de rest wel goed zijn best gedaan. Ik hoorde net dat je een gratis kaartje van Jessie krijgt voor de wedstrijd. Oké. Tegen wie hoop je dat het is? Ja, dat weet ik wel. Ja. Een beetje de beste van de... Ja, de beste van iedereen. Het Lucas van Leiden besteedt veel aandacht aan verschillende sporten. Basketbal is er daar één van en keert jaarlijks terug voor de groepen 6, 7 en 8. Groep 8 bezoekt ieder jaar ook een wedstrijd van ZZ Leiden in de 5 meihal. We hebben een aantal clinics hier al gehad van ZZ Leiden. Dan kwam er een echte trainer, kwam met de kinderen werken. En in dit geval hadden we spelers en dat vinden ze echt fantastisch. En zeker in groep 8, die zijn ook al naar een wedstrijd toe geweest van ze naar de All-Star Gala. Dat vinden ze echt helemaal leuk. En hoe hebben ze het gedaan vandaag? Ik vond het heel erg leuk. Ik heb genoten om ernaar te kijken. En ik zie dat die spelers gewoon ook heel veel lol hebben om met die kinderen aan de slag te gaan. En ze inspireren en allemaal op hun eigen manier bezig zijn. En de kinderen uitdagen. Ik vond het top. Ja, het was heel leuk. Ja, weer lekker gesport ook. Ik vind het leuk dat een basisschool dit heeft georganiseerd. Sowieso. Om toch wat meer interesse te tonen voor basketbal zelf. Het moet toch ergens beginnen. En het begint bij de jeugd van... Inderdaad, van de basisschool, van 19 jaar oud. En wie weet komen er wat basketbaltalenten uit voort.